Deze nieuwsuitzending is in de serie Weltschmerz en het onderwerp is het christelijk dogma of het christelijk geloof. De serie Weltschmerz heeft twee achtergronden. De ene is wereldsmart. Van wereldsmart huilt mijn hart. Want ik heb wel smerts. Als ik kijk naar de wereld om me heen, dan denk ik, jeetje, me kreetje. Wat een puinhoop. En de andere reden achter de serie Weltschmerz is dat ik 5,5 week geleden ongeveer ben ik gestopt met het drinken van belachelijke hoeveelheden alcohol. En het roken van belachelijke hoeveelheden wiet. Ik pafte toch wel. Ja, een tientje wiet in de 2-3 dagen. Zo. Zeg maar 2,5 dag met een tientje wiet. Moet je uitrekenen wat dat per maand kost. Nou, even doen. Rekenmachine erbij. Kijk, dat is 2, een tientje, gedeeld door 2,5. Dat is 4 euro per dag. En dan keer 30. Zeg maar. 120 euro wiet per maand. Nou, het bier was niet zo duur. Maar ja, dat was wel 6 euro per dag. En dan ging ik ook nog naar de kroeg. Dus maakte maar een tientje per dag van. 300. Dan zit je 420 euro in de maand aan. Ja, er zit geen vitamine C in, hè? En dan tabak erbij. 1,5 pakje in de week. En dat keer 4. 6 pakjes. Dat is 60 euro. Ja, kan je leuk van feesten. Hè? En dat heb ik gedaan. Tot 5,5 week geleden. En toen ben ik gekapt. Van de ene op de andere dag. Vreemd genoeg geen delirium tremens. En zo af en toe bekruipt mij het gevoel van, ja, dat ik het tiet vind voor een paafke. Dan zit ik in zo'n situatie dat ik een mazzeltje heb gehad of juist een tegenvallertje. Of ik heb eventjes geen zin om verder te gaan met schoonmaken of zo. Dan denk ik, nou, normaal gesproken was ik dan even gaan zitten en dan een checkje draaien. Ja. Zogenaamd om even na te denken. Maar dat is het enige. Ja. Voor de rest helemaal niks. Ik heb geen heimwee naar de tabak. Naar de alcohol. Dus. Maar ook niet naar de tabak, by the way. Hoor. Het alleen af en toe die neiging. Dus. Maar ik hoef alleen maar te denken aan dat idee van die volle asbakken en die bruine vlekken op mijn vingers en het gezeik dat je iedere keer je aansteker kwijt bent. Een tijd lang ben ik overgestapt op lucifers. Dan ging ik naar de kroeg met 2 doosjes lucifers. Ah, ja, want die worden niet gejat. Nee. Maar aanstekers wel, hè. Zo bedervend voor een leuk gesprek wat je hebt door te zeggen tegen die ander van, hey, dat ding wat je daar in je hand hebt is mijn aansteker. En de ander, sorry, die is voor jou. Ja, precies. Waar is de politie als je hem nodig hebt? Ja. Nee, het is wel best zo. Nou, het is niet best, het is beter zo.
En ik was ontzettend gefrustreerd en boos, verdrietig. Ik ben boos. En uit die boosheid, uit die frustratie heb ik, nou, het was zeker 3 jaar lang, ongelooflijk getankt. Misschien wel 4 jaar of zo. Dat is wel veel hoor. 6,5 liters, 10% alcohol, bier per dag. Minimaal. Nou, dan plus nog een paar glazen wijn in de kroeg. Ja, dat lijkt me wel ruim genoeg. Hè. Het staat equivalent aan 24 alcoholconsumpties per dag. 24 borreltjes of 24 glazen wijn of 24 glazen normaal bier. 5% bier. Normaal gesproken is wijn niet zo zwaar als 10%. Hè. Ja, ik vind het wel fijn. Lekker mijn woning op gaan ruimen. Ik ben gestopt met mijn bedrijf. De Belastingdienst die... Oh, in de poen voor jou. Dat is allemaal wel best. Ze bekieken het maar. Stelletje leugenaars. En ik heb mij aangemeld bij de sociale dienst of hoe heet dat. UWV. Want mijn maatschappelijke carrière is voorbij. Ik ben een geniale computerprogrammeur. Maar dat ga ik voortaan alleen maar doen in mijn vrije tijd. Voor iets waarin ik zelf geloof. Ik ga weer mooie schetsen maken. Voor een of ander mooi product. En dan daarnaast ga ik iets doen met sociaal nut. Maakt niet uit wat, vuilnisbakken buiten zetten bij bejaarden of zo. Maakt me niet uit. Ik ben nou 59, upcoming 60. De vraag is of ze zo'n oude knar als mij nog willen. Maar dat zien we dan wel weer. De uitkering is €925 in de maand. Dus, dan krijg ik denk ik ook nog huurtoeslag. Ja, dat moet haast wel. €925 in de maand en mijn huur is... Wat was het nou? Is deze maand niet bijgeschreven, dus... €365... Nou, dat lijkt mij meer dan, dat lijkt me bijna 40%. Even rekenmachine erbij. Moet je toch wel huurtoeslag kunnen krijgen. 3, 6, 5 gedeeld door 9, 2, 5 is... Ja, dat is 40%. Nou, als je 40% van je inkomen kwijt bent aan huur, dan moet je wel het kunnen krijgen. En ik betaal €110 in de maand, vind ik ook schandalig, aan verplichte volksgezondheidsverzekering. Daar heb ik ook geen zin meer in. Ik ga nooit naar de dokter, namelijk. Niet omdat ik niet wil, maar omdat ik niks mankeer. Ja. Maar wel iedere maand betalen, hè? Ja, ja. Dat is de weltschmerz. Ik vind de wereld een oneerlijke bak met de leugenaars en leugenaressen. Met een overheid die als scheidsrechter zelf meeloopt te voetballen. En de spelregels de godganse tijd verandert. Er is iemand als Jan-Peter Balkenende, die heeft dan... minister-president is hij geweest. Hij heeft niets gezegd over die aanslagen van 11 september... wat enigszins te maken had met het begrip waarheid.
En toch zit meneer dan voor het christendemocratisch appel. Een beetje de, ja, hoe noem je dat? Het heilige boontje uit te hangen. Toch te erg voor woorden. En dan heeft hij dat Nederlandse volk, heeft hij toch 2 kabinetten lang voorlopen liegen. Ons die oorlog ingevoerd in Afghanistan en toen naar Irak. Landen waar we helemaal niks te zoeken hadden. Het was Osama Bin Laden niet die die Twin Towers heeft laten instorten. Dus wat zullen wij dan in Afghanistan gaan doen? Ja, want het waren Saoedi-Arabiërs die hadden het gedaan. Ja, dan hadden we Saoedi-Arabië binnen moeten trekken. Maar niet Afghanistan, snap je? Ja, maar het is toch 1 pot nat, joh. Het is allemaal hetzelfde, hoor. Ja. Ja, dat bedoel ik dus. Die manier van denken. Ja. Het onderwerp van deze Weltschmerz-uitzending is dan het christendom. En ik ben christen vanaf mijn 12e. En de laatste jaren is dat opnieuw leven ingeblazen. Het heeft ook te maken met die aanslagen van 11 september... die ik in eerste instantie geloofde. Dat, het verhaal daarvan. Hè? Ik geloofde dat. Ik was ook even bang voor woestijnbewoners met baarden en kamelen tussen hun 2 grote tenen. En die roepen Allahu Akbar. En Inshallah. Maar nou niet meer. Nu geloof ik het niet meer. Al heel lang niet hoor, 14 jaar niet. In 2005 kwam ik erachter. Iets voor die tijd begon het bij mij te kriebelen. Ik denk, ik ben voor de gek gehouden. Maar ik wist niet precies hoe ik voor de gek gehouden werd. En ik wist vooral niet wie het gedaan had. Wie mij voor de gek had gehouden. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. En in 2005 kwam ik erachter dat ik voor de gek was gehouden. En een aantal jaren geleden, ja, toen wist ik dat het in de Bijbel stond, dat ik voor de gek zou worden gehouden. En in de Bijbel staat ook wie je voor de gek zal gaan houden. Wij noemen dat de antichrist. Wij de christenen noemen dat de antichrist. In die zin is de Bijbel een zwaar politiek manifest. Het vertelt over de aard van de antichrist. Het beschrijft de antichrist. En met die beschrijving in de hand kan je hem zo vinden. En dan kom je uit bij het Vaticaan en dat wat daarbij hoort. Want het Vaticaan is een in zekere zin een façade. Ze heeft tegenwoordig die paus Franciscus. Maar dat is een beetje het sukkeltje van de klasse. Daar hadden ze denk ik iets meer van verwacht, maar die man is zo onhandig in zijn woorden. Zegt de meest maffe dingen. En dat Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60, dat valt ook niet zo goed bij grote aantallen theologisch onderbouwde katholieken. Oh, wat een puinhoop is dat, man. Maar dat is de antichrist. Volgens het christelijk dogma. En dat kan je vinden in het boek Daniël van het Oude Testament en in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament.
Ik heb daar uren naar geluisterd, naar predikers die twee boeken met name bespreken. Eentje daarvan is Bill Hughes. Die staat onder deze uitzending in een van de linkjes. Behind the Door of Behind the Dictators. Kijk maar even. En die andere is Walter J. Fife. Die Zuid-Afrikaan. Die spreekt ook dat Afrikaans met zijn vrouw. Het hele mooie vrouw trouwens. En Duits kan hij ook. Ja. En heel goed Engels natuurlijk. Wat een feit. Dus, aan een zevende dag adventisme. Dan moet je daar maar even een... hè? Moet je daar maar op toenemen. Ik ben zelf niet aangesloten bij een kerk. Ik zou niet weten waarom. Ik heb mijn Bijbel. En daar gaat het om. En vanaf mijn 12e heb ik mijn Bijbel. De Bijbel die ik toen heb gekregen van mijn ouders, die heb ik nog steeds. Ik lees daar niet meer in, want het is een heel klein Bijbeltje. Leuk voor de ogen van een 12-jarig kind. Maar niet meer voor mijn oude ogen. En ik heb vorige week, of nee, de week ervoor, heb ik een Statenvertaling gekocht. Voor €14,50. Kijk, ons bensunig. Gloedje nieuw, hè? 1637. En ik heb al 2 King James Bijbels gekocht in het afgelopen jaar. Voor €8,95. Nee, eentje voor €8,95. En die andere was verkeerd geprijsd. Die heb ik voor €7,95 meegekregen. En ik heb nog protest aangetekend en gezegd van ja, hij is €8,95. Er staat alleen een verkeerd stickertje op. Maar het is een christelijke boekhandel. En die dame die was onverbiddelijk en die zei nee. Het wordt verkocht tegen de prijs waarop die gestickerd is. En als er hier verkeerd gestickerd is, dat is onze fout. En jij betaalt €7,95. Goed begrepen. Maar die 2 Bijbels heb ik weggegeven. Binnenkort krijg ik wat geld binnen. En dan ga ik daarna terug en koop ik er nog 1. En die geef ik niet weg. Die hou ik zelf. Denk ik. Maar mijn Statenvertaling, dat is toch wel je van het. En dan lees ik op internet, pak ik de King James online. Die staat ook onder deze uitzending, zo'n linkje. Dat kun je zo vinden. Klik, die is wel mooi. De Statenvertaling staat er ook online. Maar ja, dat bladert niet handig, hè? Toch? Nou dan. Dus ik heb lekker zo'n Statenvertaling in een handig formaatje. Ook niet zo heel groot. Fijn boek. Boordevol met waarheid. En ik mag het weten. Ik mag het kunnen weten. Ik zal het moeten weten. Ik heb een IQ van... ja, dat is een gokje. Dat is maar 140 of zo. Nooit officieel gemeten. Ik schaak op liedjes met zo'n rating van 1400 nog iets. Niet heel hoog. Maar zeker niet heel dom. Hè. Ik ben afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool. In luchtverontreiniging
en in informatica. Dat waren mijn twee vakken. Doctoraal vakken dan. En alles voor de rest gehad hoor. Toxicologie, epidemiologie, plantkunde, dierkunde, organische chemie, anorganische chemie, colloïdchemie, microbiologie, wiskunde, statistiek, natuurkunde natuurlijk. Meteorologie. Ja. En na al die jaren kom ik weer terug bij de Bijbel. Ik heb ook nog gestudeerd in Nijmegen. Bij de Katholieke Universiteit. Een 8 gehaald voor metafysica. Een 8,5 gehaald voor taalfilosofie. En een 9 voor een proefwerk logica. Voor het tentamenlogica had ik denk ik een 8. Dus ik mag, ja, je mag verwachten van mij dat ik weet waar iets over gaat. Ik kan Immanuel Kant begrijpen en uitleggen. Zo'n Duitse schrijver, zo'n filosoof wordt dat genoemd. Arthur Schopenhauer kan ik uitleggen. Friedrich Nietzsche moet je niet uitleggen, want dat is een grappenmaker. Friedrich Nietzsche moet je zelf lezen, die is erg leuk. Dat is een aparte, ja, tak van sport heet dat. De Bijbel is het woord van God. Dat is mijn conclusie. Wat je erop tegen kan hebben is dat men gestopt is met het schrijven aan de Bijbel in het jaar 100. Ze zijn begonnen, maar is een beetje onduidelijk. Maar. En zeg maar 1000 jaar voor onze jaartelling. Zo. Zijn ze begonnen met het schrijven van de Bijbel. Toch? Nee, iets korter daarvoor. Mozes, hè? Dat is de... Je hebt die uittocht uit Egypte. Wanneer was dat? Dat was de tijd van Mozes. Uittocht. Ja, wel leuk met Google. Doe ik alleen maar U-I-T-T-O. En dan staat hij gelijk bovenaan. Uittocht uit Egypte. Uittocht uit Egypte. En wanneer is dat? Ja, dat is 6e eeuw voor Christus. Achtste, zevende eeuw voor Christus. Ja, zoiets. Dus in totaal heb je het over 9 eeuwen. Een millennium. Afgerond, ja. Het is me een boek hoor. En niet modern. Dat is het. Dat is de kracht van de Bijbel. Dat het boek niet modern is. Niet modieus. Mode. Dat woord. Het, mode. Dat is een ja, ook letterlijk natuurlijk, met damesmode. Ja. Dat is ook ieder jaar weer anders, toch? Dan weer pasteltinten en dan weer dit en dan weer dat. Zo.
Tegenwoordig is het mode dat je als vrouw heb je dan een spijkerbroek en dan doe je allemaal van die gaten moeten erin. En dan kan iedereen zien dat je nou ja, lekkere benen hebt ofzo. Ze is zo makkelijk te pakken. Maar mode betekent een tijdelijkheid. Dus een modern. Wat is modern? Ja, dat is van nu. Dan heb je ook nog postmodern, maar dat is dan ook weer modern. Het is dan modern om postmodern te zijn. Maar de Bijbel is niet modern. Het is al 2000 jaar lang niet modern. Toen was het modern. Maar ook niet echt, want het is geschreven in een periode van 1000 jaar. Dat is niet echt. Het is nooit een modern boek geweest. Het is in die zin een eeuwig boek. Dan kan je tegenin brengen dat de Mahabharata of de Upanishads of zo. Dat Hindoestaanse dogma. Dat die ook wat zijn. En vooral de Upanishads. De Mahabharata, daar heb ik stukjes uit gelezen. Vond ik niet zo heel indrukwekkend. Maar dan mag jij zelf beslissen wat jij ervan vindt. De werken van Lao Tse, of er is maar één werk, is dat de Tao Te Ching. Ik heb het hier in huis. Ik vind het een... Ik vind het een beetje vaag. Alle religies die spreken over de moedergod, die vind ik vaag. Die vind ik niet te vertrouwen, eigenlijk. Dat leidt tot niks. Naar mijn idee, hè? Toen aan Christus werd gevraagd, wat zullen wij dan bidden? Want hij was er heel kritisch op, hè? Hou op met dat stomme gebid. Bidden om het bidden, dat zei hem niks. En zeer zeker niet bidden aan plein publiek. Van ik ga bidden. Christus was daar niet van gemoeid. Hè? En ook zei hij, je moet niet bidden bij herhaling. Dus niet 10 keer achter elkaar hetzelfde gaan bidden. Dat, idioterie. Dat. Heeft hij gelijk in. En toen werd hem gevraagd, wat zullen we dan bidden? Ja, toen kwam hij dan maar dat onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. En de rest. Uw koninkrijk komen. Ja. Uw wil geschieden. Die is goed, jongen. Om het even uit te leggen, dat het begrip wil, heb je er ooit over nagedacht wat dat inhoudt? Wat is wil? Ja, ik kan zeggen, ja, ik wil, net als Perry, wil ik ook 6,5 liters 10% bier per dag wegstouwen en van die kutcheck gaan roken. Oh, sorry dat ik een vies woord zet. Nou, van die klotencheck dan. Van mijn 6,50. En altijd dat je... die stankcheck wil ik roken. Dat wil ik ook. Ik wil net als Perry in een kapotte spijkerbroek... door de stad sjouwen. En dan op terrassen gaan zitten. Want... ja, dat wil ik. Nee, dat is een keuze, sukkel. Dat is je vrije keuze. Ja. Maar wat wil jij? Wat is jouw wil? En heb je die wel? Heb jij wel een wil? Ja, de wil van God. Dat is de wil die geschiedt. Je kan zeggen... dat
als je kijkt naar... Ik schud het even uit mijn losse pols. Hè? Maar kijk eens naar zo'n poolspeler. Ik weet niet of dat nog op tv is, maar vroeger toen ik nog tv keek... keek ik graag naar, naar die poolers. Zo'n spelletje met van die ballen. Zo'n biljarttoestand. En dan maakt zo iemand zo'n geweldige serie van... dat is dan maximaal 148 of zo. Hè? En als zoiets lukt... ja, dat komt door de wil. En dat is een wil. Een wil heeft alles te maken met dat iets lukt. Dat iets voor elkaar komt. Dat iets geschiet. Dat is wil. En je gaat mij niet vertellen dat net zoveel alcohol zuipen als ik deed in die tijd. Dat ja, jouw wil is. Dat is jouw vrije keuze. Dat was ook mijn vrije keuze. Snap je? En de consequenties die zijn voor mij. Die consequenties zijn ook nog lang niet voorbij. En die zie ik tegemoet. Met een rustig hart. Wat is dat nou? Ik heb niks te verbergen. Heb ik in die tijd dat ik zoveel soap heb ik verkeersborden kapot gemaakt? Nee, helemaal niet. Heb ik mensen onheus bejegend? Nee. Heb ik gesopen in een kroeg en mijn rekening niet betaald? Nee. Heb ik bier gestolen uit de supermarkten hier? Nee, natuurlijk niet. Heb ik hard gewerkt? Nee, dat kan er helemaal niet. Ik was al... Nee, je kan niet ontzettend veel alcohol drinken en dan ook nog hard werken. Ja, kom op man. Dat is onmogelijk. Heb ik hele slechte nieuwsuitzendingen gemaakt? Jazeker. Waar zijn die dan gebleven? Nou, in de prullenmand van mijn Macintosh. Hoe kunnen we ze daar nog uithalen? Nee, want die zijn overschreven. Met bijvoorbeeld deze. Van al die data weg, toch? Nou. Vrije keuze. Maar de wil. Hè, dus, even terug naar onze vader. Hè. Uw wil geschieden. Dat zeg je dan niet zozeer tegen de vader, maar dat zeg je dan tegen jezelf. Hè? Want alles wat geschiet, dat is de wil van God. En God is goed, man. God is beter dan jij, snap je? Dat is christelijk dogma. En mensen zeggen, hey, God is een klootzak, want er zijn de mensen en die hebben dan een huis gebouwd, laten bouwen in de uiterwaarden. Je weet wel, die overstromingsgebieden, want als het dan heel veel geregend heeft of gesneeuwd heeft in Duitsland en zo, en, dan komt er dus een behoorlijke waterstijgingstoestand en dan kunnen de uiterwaarden kunnen dan onderlopen met water. Dus dan heb je een zomerdijk en een winterdijk en... Nou, dan gaan ze tussen de zomerdijk die vlakbij ligt, die kleine dijk, en die hoge dijk, die winterdijk. Daartussen gaan ze huizen bouwen en en toen kwam, dat was niet zo leuk voor die mensen, want die hadden allemaal natte voeten. En daarom vind ik God niet zo goed. Oh. Ja, en ik vind die oorlog in Irak vind ik ook een hele slechte oorlog. Ja. En daarom vind ik God niet goed. Nee. Je verwacht hier twee dingen. Hè? Je hebt de werken van mensen. En die zijn stuk voor stuk wanstaltelijk. Want die bouwen inderdaad woningen in uiterwaarden. Dat doen ze. Vooral Itteren of zo. Ittersum. Ittervoort. Iets met Itter. Daar hebben ze dat gedaan. Want ja, in de regel gaat het goed. Ja, maar die ene keer niet, hè? Nee, en dan al die limbo's jankend op tv. Oh, God is slecht. Nee, normaal niet.
Nee, God is degene die alles veroorzaakt. En hij geeft wel meer aan zijn kop dan om voor individuele mensen te zorgen. Ga daar maar vanuit. God geeft geen barst om jou. Persoonlijk dan, hè? En jij mag zijn instrument zijn. Je mag je laten leiden door zijn woord. Je mag gaan werken voor de grote werkgever. En je loon komt in de hemel. Dat zei Christus ook, hè? Als je een aalmoes geeft, dus een schenking doet, nou, zorg ervoor dat niemand dat weet. Ja? Want als jij iemand iets geeft en iedereen weet dat, van oh, ik heb dat en dat gedaan, ja, dan heb jij je loon op deze aarde al. En wat moet je nou met geld op deze aarde? Wat heb je eraan? Waar mot en al je bezittingen op deze aarde, hè, de mot en roest, zullen ze bederven. Ik pak hem er even bij. Verzamel u geen schatten. Dus mot en roest. Ze zullen bederven. Oké, Matthäus 6. Pak ik even lekker mijn Statenvertaling erbij. Wel mijn favoriete boek hoor, Matthäus. Ja, Perry, maar gaan we nou Bijbel lezen? Ik dacht dat ik het zou hebben over christendom. Dan vind ik het wel saai hoor, als je dan een Bijbel gaat lezen. Ja, het hoort er wel bij. Hè? Zonder Bijbel geen christendom, snap je? Je moet er ergens een houvast hebben, of niet? Lekker aan terugbladeren, dat is Marcus. En was dat Matthäus 6? Ik heb dat boek, de hoofdstuk Matthäus 6, heb ik samen met Jurk Liesman gefileerd. Kijk, Matthäus 6 en een vers 1920. Ja, die is hartstikke schuk, man. In de Statenvertaling is dat een kopje. En dat kopje is bezorgdheid. Nou, vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen. Mooi Nederlands, hè? Dat is een mooi taalgebruik, vind ik dit, hè? Vergadert u geen schatten op de aarde? Nou, dat zeggen we tegenwoordig nog steeds, hè? En dan waar ze de mot en roest verderft. Dus de mot en de roest verderven de schatten. Dat staat hier dan andersom. Dit is in het oude Nederlands, werd dat zo gezegd. Waar ze de mot en roest verderft. En waar de dieven doorgraven. Je deed dat maar in de grond graven. En stelen. En dan krijg je vers 20. Maar vergadert uw schatten in den hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Ja, is geweldig. Luister maar naar die uitzending van mij en Jurk. Die moet je kunnen vinden. Op mijn YouTube-kanaal. Ja, het laatste vers van dit. Nee, dat is niet echt het laatste. Vers 25 is ook erg mooi. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult.
Alleen nog voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is er niet, maak je geen zorgen over wat je zal eten en drinken en met je gezondheid en wat je aan zal trekken. Zo. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Hè? Dus is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Dat is christelijk dogma. Iemand als Arthur Schopenhauer, die heeft, dat is best een kritiker. Dat mag hij ook zijn. Hij was de, noem het maar, de opvolger van Immanuel Kant in het woord dan. En die laat zich ergens kritisch uit over de Bijbel. En op heel veel plekken haalt hij de Bijbel aan om zijn woord te onderbouwen. Van wat ik nu zeg. En hij heeft een hele eigen invulling. Hè? Hij begint met het begrip wil. Dus in onze Vader. Hè? Onze Vader in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden. Dus alles wat geschiedt is het gevolg van de wil van God. En Schopenhauer neemt de wil als uitgangspunt. Want de wil is alles. Dus alles wat je ziet. De wereld. Dus. Dat is een voorstelling. Zijn hoofdwerk heet De wereld als wil en voorstelling. Sluit naadloos aan op het werk van Immanuel Kant. Die het had over Ding an sich selbst, DAS. En die Erscheinung, de verschijning. En hij neemt de wil als uitgangspunt. Dat is de kunst van de schrijver, van de filosoof. En heel veel plekken, op heel veel plekken haalt hij bijbelteksten aan. En op één tekst is hij kritisch. En dat is de tekst van de wonderbaarlijke visvangst. Waarvan Schopenhauer zegt, ik vind dat zielig voor de vissen. Ja, dat mag. Ja. Dat is ook zielig voor de vissen, is dat nou? Al die arme vissen. Ja, zei Schopenhauer, dan heb ik liever dat verhaal van Pythagoras. Die dus tegen een visser, die had een heel vol net met allemaal van die spartelende beestjes. Dat hij tegen die visser zei van, wat levert je dat handeltje op? Nou, zei die man, dat levert mij 100 sestertien of zo. Een of andere valuta van die dagen. Oh, zei Pythagoras. Was een rijke vent. Hier heb je de poen. Laat die beestjes los. Zit niet zo die vissen te pesten. Homo. En Schopenhauer vindt dan Pythagoras aardiger dan die man die dat mooie verhaal heeft opgeschreven over de wonderbaarlijke visvangst. Dat is de kritiek die Schopenhauer heeft op de Bijbel, snap je? Alles wat ik gevonden heb. Misschien heeft hij ergens nog iets gezegd. Wat ik dan niet weet, dat kan. Maar besef dat even, hè? Dat de Bijbel, daar is de laatste hand aan gelegd. In het jaar 100. Aan een, ja, een boekwerk wat dus ongeveer een millennium lang in de bouwsteigers stond. En later dan, veel later, dus het eind jaren 1700, dus het einde van de 18e eeuw, kwam Immanuel Kant met een logische onderbouwing van dat wat in de Bijbel staat. Met zijn mooie uitspraken van Kant. En, daarom moest ik het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloven. Kritiek der reinen vernunft.
1781. Een boek waar, voordat Kant overleed, waren er 500 publicaties gepubliceerd. Dus geschriften gepubliceerd. Meer dan 500. Met kritiek op kritiek der reinen vernunft. En geen één sneed hout. Dus ga niet proberen om meneer Herr Dokter Kant te weerleggen. Kan je net zo goed gaan proberen om een olifant dood te gooien met wattenstokjes. Ja, als je maar heel veel wattenstokjes hebt, dan moet je vooral op de oren van die olifant, moet je die wattenstokjes, Nou, dan gaat zo'n olifant wel liggen, hoor. Dan haal ik hem onderuit. Ja, not dus, hè. Kan je lekker vergeten. En Kant en Schopenhauer en... dan krijg je ook een man, die Nederlander, Gerardus Heijmans. Die komen vanuit, dat heet de seculiere hoek. De logica hoek, taalfilosofie hoek, metafysica hoek. Komen ze met verhalen, met schrijfsels, die de ruimte laten voor de inhoud van de Bijbel. Dat is een hele mooie van Schopenhauer dat hij zegt van ja, in de Bijbel staat dat de dames in de kerk hun snater moeten houden. En dan weet hij dan ook nog het Latijn. Wat er, in dat Latijn is het een korte frase. Dus de dames spreekt verbord te kerken of zo. Latijn is zo'n gek taaltje. Kerkelijk dames spreekt verbod of zo. Zwijgplicht. Non lalalala est ecclesiae of zo. Ecclesias. Ja, ze Schopenhauer, dat is wel leuk in die dagen. Maar tegenwoordig hebben wij theaters. En nou, daar kunnen we ook wel zo'n wet gebruiken. Maar Schopenhauer ging graag naar het theater. En irriteerde zich dood aan die kwebbelende dames. Hij irriteerde zich dood aan de dames. Hij had het over de Europese dame. Nou, dat bedoelde hij niet positief. Dan kan je lekker op je buikje schrijfjes. Ja, dat was Schopenhauer. Echt een kanjer van een schrijver, hoor. En je christelijk dogma is dat je je Bijbel begrijpt. En dat je... Ja, je bent een instrument van God. Je doet wat hij van je wil. Je probeert zijn wens in te vullen. Dat verzoek je. Dat is het enige wat je wil. Een vrije wil, ja, daar heb je niks aan. Er is maar één wil en dat is de wil van God. Dat is de wil. En die veroorzaakt alles wat er is. Dit zegt Schopenhauer ook. Alleen dan kan jij het leven begrijpen. En als je gaat denken dat je een eigen wil hebt. Van ja, maar ik wil dit en ik wil dat. En ik wil net zoveel suipen als Perry. Ja, dat is jouw keuze. Je mag het wel doen. En misschien vind je het wel net zo leuk als ik. En misschien word jij dan ook op een zaterdag maandagochtend wakker. En dan denk je van, oh ja, ik weet alweer dat ik gisteravond tegen mezelf zei. Dat er vandaag geen bier meer wordt gehaald bij de supermarkt. Nou. Kan je ook van de een op de andere dag klats. Koude kalkoen heet dat. Cold turkey. Hup, in één keer. Kijk of jij het ook in één keer kan. Of je inderdaad, net als ik, geen delirium tremens krijgt. Dat is jouw vrije keuze. Maar je hebt geen vrije wil. Of beter gezegd, alles wat jij goed doet in je leven, dat was omdat je de wil deed van God. Jij was zijn instrument. En zijnde zijn instrument, zijn er goede dingen uit jouw handen gevloeid. Maar het was jij niet die goede dingen deed. Dat was God die door jou
die goede dingen. Wat mensen zeggen van, oh, wat goed, oh, wat goed. Hè? Bijvoorbeeld de Nachtwacht van Rembrandt. Hè? Dat schilderij. Dat vinden mensen dat heel erg goed. Ja. Maar die penselen die kunnen niet zeggen, ja, ik was erbij. Ja, ik heb, ja, dat was wel mijn, van mijn haren, van mijn penseel, weet je. Ik was het. Nee, natuurlijk niet. Dat was Rembrandt. Die penselen die waren gekocht door Rembrandt. En die klotters verven ook. Ja, zo verhoud jij je tot het goede. En denk je, ja, maar dan kan ik dus helemaal niks doen. Nou, jawel, want je kan allerlei dingen ongelooflijk verkloteren. En dat is allemaal jouw schuld. Ja, dat is een heel fijn. Dat is echt heel fijn dat het christelijk dogma. Je kan wel degelijk wat doen. Namelijk, je kan de boel de nek omdraaien. Je kan het verschacheren. Je kan het verzaken. Ik heb een heel erg mooi computerprogramma geschreven. Ja, punt 1, het heeft mijn copyright niet. Ik vind wel dat mensen die daarmee aan de slag gaan en daar dingen aan gaan lopen veranderen, dat wel eerlijk moeten vertellen tegen de gebruikers. Van, ik heb dat lopen veranderen zonder met Perry overleg te hebben gehad. Dat zou ik wel op prijs stellen. Hè? Maar voor de rest, het is mijn copyright niet. Behalve de fouten die erin zitten. Al die bugs, dat heet dat zo, in het programmeursland. Alle bugs, alle fouten, die zijn van mij. Die heb ik erin gestopt. Niet bedoeld, maar het is wel mijn gevolg van mijn werk. Dat is het christelijk dogma. Ik zal hier nog wel een uitzending over gaan houden. Ik zal er nog wel meer over gaan houden. Om jullie uit te nodigen om nog een keer liefhebbend en zachtmoedig te kijken naar de inhoud van de Bijbel. Snap je? Nou, en tot de volgende uitzending zeg ik nu en dan even tegen jullie. Tjus! En dag lieverds.